Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe AliExpress Shoplog Review Haul. Ik heb al heel lang dit niet meer gedaan, volgens mij. En dat komt een beetje omdat toen ik de eerste video maakte, waren jullie helemaal hysterisch. Als in helemaal leuk, geweldig. En toen had ik ook mega veel besteld, dus toen kwamen er best wel vaker video's. En ik merkte dat de interesse een beetje was afgenomen. Dus ik vond het zelf een beetje te veel werk dat ik altijd al die plaatjes in beeld moest doen en hoe het eruit hoort te zien en de screenshots en de prijs. Dus daarom had ik er ook zelf niet meer zoveel zin in. Maar nu had ik zelf weer zin om een paar dingetjes te bestellen. Plus ik heb hier echt een enorme mand met spullen die ik al had moeten reviewen. Waarvan ik het gewoon zonde vind dat ze in die mand liggen. Want ik heb het zeg maar uit het pakketje gehaald, maar er niet naar gekeken. Dus ik heb geen idee meer wat het is. Dus ik dacht, ik maak gewoon weer een keer een video en ik kijk wel of er interesse is. Dus wil je het wel weer vaker zien, doe dan even je duimpje omhoog en laat het even weten. Er komt geen foto en zo in beeld. Gewoon omdat ik het zelf op die manier niet leuk vind. En ik maak ook video's voor jullie, maar ook wat ik zelf leuk vind. Dus ik ga wel waar mogelijk alle linkjes proberen te zoeken. Dus klik gewoon op dat linkje en dan zie je de prijs. En dan zie je hoe het eruit had moeten zien. Dan vind ik het gewoon leuker. En als je dat niet leuk vindt, dan zijn er genoeg YouTubers die het wel op die manier doen. Oké, ik ga gewoon het eerste pakketje pakken. Dit zijn waar ik mee ga beginnen, zeg maar wat ik recentelijk heb besteld. Ik ga er soms even bij staan, want dan kunnen jullie het extra goed zien. Oh, wauw. Heel, heel leuk. Wat zijn deze twee hoesjes? Super mooi. Het enige wat ik zie is dat hij hier net een beetje krap zit, maar hij past wel. Ik vind hem echt prachtig. Jullie? Hele toffe kwaliteit. Ik laat hem meteen erop. Echt, ik hou er heel erg van omdat ik een roze iPhone heb dat het doorzichtig is. Dus helemaal leuk. En deze is ook super leuk. Dus heel blij mee. De volgende. Oh ja, ik zag deze oplaadkabel. Hij ziet er best wel professioneel uit. Kijk. Kijken. Oh, kijk. Het is echt wel alsof je het gewoon in een winkel in Nederland hebt gekocht, vind ik zelf. Hij ziet er super leuk uit. En hij is volgens mij best lang. Ja, chill. Kijk, of die goed is, dat kan ik je nu niet vertellen. Maar ik ben wel, ik denk dat ik op Instagram wel even zal laten weten op het moment dat hij het niet meer doet. Dus, hallo. Dus mocht hij het gewoon blijven doen, dan hoor je niks van. Maar hij ziet er wel heel erg mooi uit. En ook heel erg stevig hier met die, nog zo'n wit stukje. En ik vind hem helemaal leuk. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Dan, het volgende pakketje. Oh, dit zijn weer telefoontjes. Oh ja. Als je mij kent, dan weet je dat ik Pusheen lover ben. Oh, deze is echt heel erg schattig. Het ziet er allemaal, volgens mij is het, het ziet er heel erg hetzelfde uit, zeg maar, hoe het verpakt is. Maar het bevalt me wel. Oh, wat leuk. En deze hoesjes kosten volgens mij nog geen euro. Kijk nou. Als je ook van Pusheen, hoe kan je nou niet van Pusheen houden? Zo leuk. Met een pizza. Al die Pusheentjes erop. Heel lief. Echt heel leuk. Ook weer heel blij mee. Echt, je kan nooit genoeg telefoonhoesjes hebben. Dan. Oh ja, dit is ook leuk. Ik heb echt leuke dingen besteld, vind ik zelf. Ik bedoel, aan het begin bestelde ik wel eens echt dingen waarvan ik dacht, onzin. Sticky notes. En het ziet er ook weer zo mooi uit. Ik bedoel echt alsof je het in zo'n soort van souvenirwinkeltje hebt gekocht. Wat leuk. Ik laat ze ook nog even dicht, want ik vind ze er echt super chic uitzien zo. Nou, ik maak zo even open, want dan zie je die weerspiegeling niet. Maar zien jullie hoe? Dit kan je zo heel erg leuk cadeau geven. Echt op zo'n mooi kaartje. En dan... cute. Mega leuk. En het is een soort van heel erg zacht papier. En hier plakt hij dan. Oh. Het plakspul is wel minimaal, vind ik. Niet heel plakkerig. En deze... kijk, alleen hier zit dan nog een beetje plak. Nah. Maar wel heel leuk. Leuke dingen. Next! Deze heb ik nog niet eens geopend. Oh. Knap van mezelf. Houden jullie trouwens ook zo van mijn trui? Ik vind hem zo leuk. Oh ja! Yeah. Ik heb echt leuke dingen. Een popsocket. Ik had er eentje, die heb ik toen in Frankrijk in AliExpress. Mijn laatste heb ik die gereviewd. Zei iedereen, ja, je kan de zelfknopper weer afhalen. Dus ik dacht, ja, dat kan. Maar dat was dus een sticker. Ik denk dat dit ook een sticker is. Kijk weer hoe professioneel dit eruit ziet. Echt. Ja, dit is weer met sticker.
Dus je kunt hem er niet afhalen. Maar ik mis mijn popsocket echt. Dus ik twijfel of ik hem op dit hoesje ga doen. Ik zou hem eerder op deze misschien doen. Kijk, het is echt wel dat 3M stickers wil. Is echt wel goed. En hoe had ik hem ook alweer? Volgens mij gewoon in het midden. Ik doe hem op mijn pochine hoesje. Dat vind ik het leukst. Ik had hem er trouwens wel. Een paar keer had ik hem kunnen verplaatsen hoor. Dus het lukt wel. En dan. Ah, dat zijn wel top hoor. Ik miste mijne zo erg. Zoals Ruben heeft nu een popsocket. Die had ik van de vriendin gekregen. Kijk hoe leuk. Ik vind wel sinds PostNL samenwerkt met AliExpress. Ik weet niet of het aan mij ligt. Maar mijn pakketjes komen echt pas na 3 maanden aan. Terwijl ze vroeger wel eens na een week er al waren. Ik hoop dat dit iets heel leuks is. Ik denk het. Ja. Yes. Baby. Ik heb er nog niet heel goed naar gekeken. Ik moest het voor mezelf bewaren. Het is mijn duurste aankoop. Halleluja. Oh ja. Ik kreeg ook een My Little Pony bij. Kijk nou. Dat is dus voor kinderen. Dus ik dacht nog, misschien past... Maar mijn vingers passen er net in. Mijn unicorn beker. Kijk, dit is toch echt wel een goede cappuccino mok hoor. Dit is mijn hand. Super lief. En hij is echt... Oh, van binnen. Ik weet niet of je dat gaat kunnen zien. Zit er wel wat verfrestjes. En deze My Little Pony heb ik gratis gekregen. Dank je wel. Geweldig. Leuk hè jongens? Ik vind het ook heel leuk. Wat is dit? Oh, ik had nog een raamstatief besteld. Ik weet niet of ik dat al eens eerder in een video heb laten zien. Maar volgens mij kost het ook maar een euro. En dit is een zuignap. Het is alleen in de auto is niet handig, want je raam zit echt zo, dus dat werkt niet. Maar ook met mijn Carmack Banks zet ik dit dan op mijn zuignapje. En zet ik daar op mijn camera. Hij is niet mega sterk, maar hij is helemaal prima. En ik kocht er laatst eentje in Nederland voor 20 euro. Had ik besteld. Toen kreeg ik hem, toen dacht ik, dat is echt niet veel betere kwaliteit. Dus die heb ik gewoon teruggebracht en ik heb er nog geen op Ali besteld. Oh ja. Wat ik zeg maar heb, ik douche 's ochtends. En soms kom ik uit de douche en denk ik, wow, ik heb nog heel veel tijd over. Wow, is het al zo laat? Toen dacht ik van, ik heb echt geen besef van hoe lang ik douche. En vroeger had ik zo'n zandloper, dus na heel lang zoeken, ik wist niet hoe ik moest zoeken, heb ik het gevonden. Alleen, ik moet wel zeggen, ik heb ook een klokje besteld. Die was er volgens mij ook al. Want daar heb je echt iets meer bewustzijn hoe laat het is. Kijk, hier als je even niet oplet, heb je geen idee hoe lang die al om was. Maar in principe, als je hem gewoon doet waar jouw gezicht naartoe kijkt, dan kun je hem zo in de douche ophangen. En dan heb je een... Oké, dat waren volgens mij alle... Oh nee, nog één. Wel raar, want ik heb echt meer besteld, maar het duurt zo lang. Dit is leuk. Alleen, er zit denk ik niks meer in. Oh jawel. Het moment dat je een schaar nodig hebt. Pincet. Ik heb net stopgezogen, maar ja, nu ligt het helemaal onder het piepschuim. Dit is ook echt super leuk. Echt een mega ontdekking. Ik denk dat ik hier heel veel mensen blij mee ga maken met deze tip. Want heel veel mensen zijn tegenwoordig helemaal fan van die retro lampen. Ik ook wel. Ik vind het alleen jammer dat er zo'n warm licht van komt. En toen, of ik zocht ernaar of ik kwam er gewoon op. Dit kost 2 euro, dit lampje. En je hebt veel meer soorten en maten. En ik had er 2 besteld en eentje gebruiken we nu al een tijdje. En ik ga niet per se laten zien hoe het effect is, want het is gewoon precies zoals een Nederlandse lamp. Hoe belangrijk is het? Heel belangrijk. Ik zit er echt op te wachten, anders was ik weggegaan. Hij is, was ook een hele lieve man. Hij stuurde me een mailtje. Hello, most people in Holland use this and you ordered this, bla bla. Het is 220 volt, 40 watt. Dus er zijn 2 soorten, maar dan moet je die kiezen. Denk ik. Hij is gewoon goed. Dus ik ga ook zeker nog even kijken naar meerdere maten en zo. Volgens mij hadden ze niet van die Oeh, voorzichtig. Ook hoe het verpakt wordt, helemaal in piepschuim en echt helemaal goed. Dus dat is weer een tip voor jullie. Ik vind het echt mijn leukste AliExpress video tot nu toe. Ik ga nu even door deze doos heen, maar kijk, ik heb echt voor mijn kinderen heb ik klei besteld. Ja, zal ik dat ook laten zien? Geen aanrader trouwens. Wow, ik heb echt nog heel veel klei over, zie ik nu. Het is heel zacht en je hebt hele vieze handen van. En als je het deksel niet goed opdoet, is het in 1 dag keihard. Dus dan weet je dat. Dan heb ik... Nu komt alles troep, denk ik. Ik zal gewoon even snel laten zien en de linkjes zoeken. Deze raamstickers. Alleen, die heb ik al lang geleden al besteld. Maar de kinderen leren niet... Nou, we zijn nu bezig met hoofdletters trouwens. Misschien kan ik ze wel gaan gebruiken. Wel schattig. Hier zitten ook denk ik dingen bij die ik voor mijn allereerste video besteld heb. Maar steeds niet leuk genoeg vond. Dus, ik weet niet of... Heel veel gebruikers verkopen dingen echt jarenlang hoor. Dus misschien heb ik nog wel linkjes ervan. Je kunt ook nu wegklikken als je het niet wil zien. Oh, was super schattig dit. Ik had, misschien ga ik die wel gebruiken trouwens voor mijn klas. Cakevormpjes. Kun je het goed zien?
Maar die kan je ook natuurlijk gewoon voor klei gebruiken. Superleuk wel. Echt heel leuk. Dan heb ik nog allemaal schattige, waar ze trouwens heel blij mee zijn. Want als ze jarig zijn in mijn klas, mogen ze daar uitkiezen. Van die puffy stickers. Oh ja, dit is heel raar. Dit is een soort van slijm. Als je erin blaast, komt er een bel. Maar ja, ik vond het even leuk, maar ik vind het eigenlijk een beetje troep. Oh, dit is wel heel lief. Nog meer cute memo pads. Kijk. Oh, deze zijn echt helemaal een beetje fut. Dat is wel jammer. Oh ja, deze heb ik echt heel vaak besteld. Die zijn gewoon handig voor mijn klas. En nog meer schattige sticky notes. Cute. Oh, deze zijn echt wel heel schattig. Sticky en big memo. Oh, deze lijkt... Nou. Moi. Ook super schattig. Nou, weet je wat het is? Deze video is nu al best wel lang. Ja, kijk, ik heb echt dingen voor in mijn klas. Ik heb zoveel stickers. Deze mand staat hier ook al zo lang. Ik heb bijvoorbeeld van dit soort slijm had ik besteld. Van dit soort crispy slijm. Ik heb zo'n klok. Wat we vroeger, weet je wat je vroeger had? Zo'n soort badmatklok. Ik heb allemaal stickers. Gewoon, hier ga ik ook echt niet de linkjes van zetten hoor. Die moet je maar even zelf zoeken. Want echt bizar. Veel stickers. Die ga ik nu lekker in mijn klas zetten. Eindelijk. Ik heb een haarband. En weet je wat ik denk? Volgens mij ben ik al best wel lang bezig. Vind je het nou leuk? Wil je dat ik wel blijf bestellen en mijn oude dingen blijf laten zien? Laat het dan weten. Dan maak ik gewoon nog een video waarin ik, want ik heb nog wel een paar dingen die binnenkomen, die laat zien. Hallo. En nog alles wat in deze mand zit. Of alleen de nieuwe dingen. Laat me weten wat je leuk vindt. Even kijken. Cute. Oh, dit is best wel leuk. Grappig. Of je twee bands hebt. Oké, dan ga ik nu de video lekker afsluiten. Ik vond het in ieder geval heerlijk. Ik hou van dit soort video's. Gewoon lekker onvoorbereid kijken wat je hebt besteld. Echt, love it. Vond je het leuk? Doe even je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort video's. En dan hoop ik dat ik je aankomende week zie met een nieuwe week- of weekendvlog. En in het weekend om 9 uur weer met een nieuwe, gewone video. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan. Doei!